Bubbly. Ja, daar ben je weer. Goeiedag allemaal. Goeiedag. Zo topper. Waar zijn we? Bij de Wereldlag. Wereldlag, juist. Bij mijn orthodontist. Het is weer bij de orthodontist. We gaan vandaag weer even voor controle. Jij gaat naar de controle en ik ga mee. Voor je beugel. Dus die wordt weer wat aangescherpt. Ja, dat kan even weer apart zijn. Ja. Maar wat hebben we dit keer als specialty? We gaan praten met de orthodontist over... Jullie hebben vragen mogen stellen. Ja. Gaan we beantwoorden. Kijk, en die heb je bij je. Hier. Op die mobilo. Op die mobilo. Dus, ik vind die handig op de beugel moet staan. Juist, oké. Okay, nou goed. Hey, en vertel even wat je de laatste week weer mee bent begonnen met je... Insta. Insta, juist. Ja, ja, ja. Dus. Volg er ook zeker op. Ja. Gewoon Bobbly, Parijs. Ja. Niet zo heel erg moeilijk eigenlijk. Nee, dat is het zeker niet. Nou goed jongens, dus we gaan even nu naar binnen. De Wereldlag. Ja. Kijk, het logootje zie je al. Ja. Als het goed is zaten we bij... Ja. Ik ben de naam kwijt. Ik ga even zo meteen op mijn bord kijken. Australië was toch volgens mij? Nee. Oh. Nee. Dat was de vorige keer? Dat was de vorige keer. Oké, okay, ja. Nu gaan we weer bij die stomme deur waar ik altijd ga trekken terwijl je moet duwen of andersom. Ja, hij lijkt erop... Kijk, de vlag is... De windmolen is daar... Draaiend. Nou, we gaan even naar binnen. Kijk, nou, dwars los. Ik heb dat er heel wat vragen zijn van jouw kijkers. Ja, klopt. Fennekra en Nathalie van den Eden, die heeft vragen gesteld en die heeft gezegd... Ik heb een vraag over de orthodontist dezelfde of wat erop lijkt. Opleiding heeft gedaan als een tandarts. Ik hou voor je vlogs. Nou, dus... het is wel leuk dat je een goede vraag hebt. Nee, dat is een hele goede vraag. Kijk, de grap is, vandaag nog kreeg ik een vraag van een patiënt. God, ben jij ook tandarts geweest? Een orthodontist te kunnen worden, eigenlijk binnen de tandheelkunde, dat is een vak, heb je de algemene, dus een beetje de huisarts, dat is de tandarts. Daarvoor moet je 6 jaar studeren op de universiteit. Daarna ben je basisstandaards en dan kan je eigenlijk 2 erkende specialisaties doen. Net als zeg maar wat een geneeskunde doet om chirurg te worden. Dan kan je bij ons of kaakchirurg worden of orthodontist. Maar om orthodontist te kunnen worden, moet je daarna nog eigenlijk 2 keer zo lang studeren. Moet je nog 4 jaar erbij. Okay. En dan is het vaak wel lastig om in die opleiding te komen, hè, want heel vaak met medische specialisaties willen eigenlijk te veel mensen het doen dan het de plek is. Dus je moet dan eerst ook een beetje je best doen om daartussen te komen. Maar in totaal heb je dus 10 jaar gestudeerd om dat te kunnen worden. Ja, best wel lang. En dan pas mag je jezelf een orthodontist noemen. En soms zie je ook dat je tandartsbeugels plaatst. Het is dus net als een huisarts die ook soms medische dingen erbij doet. Als tandarts mag je wel beugels plaatsen, maar dan ben je nog geen orthodontist. En het idee is dat als een tandarts beugels plaatst, dat dat eigenlijk de makkelijke dingen zijn. En zodra het wat ingewikkeld wordt, nou dat is bij jou, als een tandarts in je kaak vastzit, dat je dan naar een orthodontist gaat. Maar je mag eigenlijk bij een orthodontist altijd binnenlopen. Ja. Oké. Okay. Jolie die heeft gevraagd, hoe ziet de opleiding eruit voor een orthodontist, assistent? En een hele andere vraag, is muziek niet juist onrustig werken? Het lijkt me nogal lawaaiig daar. Het lijkt me een mooi beroep om ze heel vakkundig en snel bijzondere aardige ortho ook. Oh, nou bedankt. Het is ook weer leuk om zo'n compliment te krijgen. Ja. Kijk, de muziek, laat ik dan daarmee beginnen. Het moet ook een beetje gezellig blijven. Hè? Ja. Voor jou, dat je, kijk, sommige kinderen, jij bent niet bang aangelegd, maar er zijn sommige kinderen die heel bang zijn. Hè? En juist ook muziek en ook hoe wij proberen te zijn, is dat we zeggen, nee, je moet je problemen oplossen, maar het hoeft niet, het moet wel een beetje op een leuke manier zijn. Ja. En je bouwt ook echt een band op, je merkt het al, hè? Je bent al een half jaar hier, maar soms is het ook echt even vervelend dat we weer afscheid moeten nemen. Je bent een beetje aan elkaar gewend. Ja. Nee, dus we moeten het gezellig houden. Vandaar de muziek. Ja. En je had nog een vraag over een opleiding van een orthodontist of een orthodontieassistente? Ja. Welke van de twee? Nou ja, ze heeft orthodontist en dat is haakjes assistent. Oké, nou die van orthodontist hebben we dus net besproken. Nou, om orthodontieassistente te worden, moet je eigenlijk eerst een tandartsassistente worden. Ja. En dan kan je daarna in de praktijk jezelf doorontwikkelen tot een orthodontieassistent. Bij ons bijvoorbeeld in de praktijk is het zo dat bij een tandartsassistente die bij ons komt werken, die gaat dan intern in onze praktijk nog ongeveer een half jaar tot een jaar bijleren om orthodontieassistent te worden. Oké. Dus dat is Naomi dus? Ja. Ja, dat is Naomi.
Joost Mulder, Nikki, Sam Nezen, Emily Deham, Kaylee Pokker en Nou, dat moet wel een hele goede vraag zijn. Stephanie, Esseltje en die hebben allemaal, tenminste dat denk ik, deed het pijn het erin zetten en ook daarna? Dat is natuurlijk meer een vraag. Eigenlijk aan jou. Ja. Nou, ja. 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 Nou, ja. Dat vraag ik aan jou. Ja. Ja, is goed. Deed het inzetten van de beugel eigenlijk pijn? Nou ja, niet echt. Het deed niet heel veel pijn, maar daarna voel je hem wel trekken en voel je ook wel dat je tanden ook echt verplaatst worden naar een andere plek. Dat voel je echt wel, want het gaat heel erg trekken, zoals nu trekt het ook. Heel erg fijn. Ja, dat zou ik hebben. Net als je die controle hebt gehad, voelt het anders dan bijvoorbeeld over 2 weken. Ja, dan voel je er eigenlijk helemaal niks van. En dan heb je soms opeens heb je dan 1 hoektand of zo, of 1 tand die deed, dat je echt denkt van, hoe ga jij nu opeens pijn doen? Maar dat gaat omdat die dan nu op dat moment denk ik gaat verplaatsen. Ja, en dan ga ik nog een vraag aan jou stellen. Dat is een vraag die wij heel vaak krijgen. Nou. Is het nou anders zoenen? Weet ik niet. Oh, maar dat vragen mensen aan mij. Oh. Eigenlijk niet. Het is precies hetzelfde. Oh, ik heb nooit gezoend. Nee? Die vraag krijg ik wel heel vaak van mijn kinderen. Ja, dat weet ik niet. En in het begin, even terugkomen die vorige vragen. Pijn valt dus mee. Ja. Als je doet, voel je misschien wel wat ongemakken, maar het doet geen pijn. Ja, je voelt het tijdens het eten, vooral bij mijn kiezen voel je dan. Dan krijg ik van. Ja, maar wat er wel gebeurt, dat had jij volgens mij ook. Is dat net op het moment dat al die soortjes worden geplaatst, moet je mond ook een beetje aanwennen. Dus dan komt het wel eens voor dat je 1 of 2 soortjes misschien kan verliezen. Ja, dat heb je wel. Dat is vooral irritant, maar dat doet geen pijn. Nee. Snap je? Maar nu zie je dat je eigenlijk je hele mond eraan gewend is. Dan gebeurt het eigenlijk niet meer. Nee, in het begin merkte ik wel dat er heel veel van mijn, hoe heet dit? Lippen. Ja, lippen. Dat veel kapot ging. Nu heb ik dat heel soms nog, als dan opeens slotje is veranderd, dat er 1 stuk nog niet echt, maar of als er iets tegenaan is gekomen. Dat want je lip is net als nieuwe schoenen. Als je een nieuwe schoenen hebt gekocht, die zijn ze heel mooi, maar dat kan best wel pijn doen met lopen. Na een tijdje voel je het niet meer. Dat nee, alleen als er iets tegenaan is gekomen of zo, dan doe ik er vaak wel wat max op. Maar ik denk van, in het begin soms laat ik het nog wel, maar op een gegeven moment voel je het steeds meer irriteren en irriteren en dan doe ik er wel aan wax op. Ik hoef hem niks meer te beantwoorden, dus dat is wel een Shaya Selen vraagt, kan je 2 keer een beugel krijgen als je 1 hebt gehad en dat je dan weer 1 moet? Ja, dat alles kan. Kijk, je moet voorstellen, je moet een stapje terug. Welke problemen moet ik bij iemand oplossen? En elk probleem heeft zijn eigen oplossing. Ja. Sommige problemen moet je oplossen als je nog heel klein bent. Sommige problemen, de meeste problemen als je puberteit bent. En sommige problemen, bijvoorbeeld kaken. Als je bijvoorbeeld een kaak hebt die zo is, die kan ik niet alleen met een beugel oplossen. Nee. En dan moet je wachten tot iemand helemaal klaar is met groei, om en nabij 18 jaar. En dan moet er soms een operatie gebeuren om die kaken goed te zetten. Maar dat gebeurt niet zo vaak. Dus afhankelijk van wat er moet gebeuren, kan het best zijn dat er in de toekomst weer een beugel nodig is. Ja. Ja. Een goede vraag, meneer. Imani, welke beugel duurt het langst om te dragen? Als je het goed draagt en alle huiswerk van de orthodontist goed doet, dan valt alles mee. Maar doorgaans, als je, dat is bij jou zo'n probleem. Als je meerdere dingen moet oplossen, moet je niet schrikken als je toch al 2,5 jaar bezig bent met een beugel. Maar dat is de meeste mensen wel. Sommige mensen komen voor alleen een beetje scheve tandjes. Die kunnen binnen 1 jaar ook klaar zijn. Snap je? Dus het is maar heel erg afhankelijk van wat er precies moet gebeuren. Ja. Net als bij de garage. Als je niet alleen maar olie moet vervangen, dan ben je zo klaar. Ja. Maar als er heel veel dingen moet gebeuren, dan moet je langer je auto wegsturen. Ja. Dat is weer echt een mannenantwoord. Tina van der Ven, wat een leuke orthodontist. Mag ik de volgende keer mee? Het mag altijd. Wat leuk is, dat we dus proberen gewoon af en toe zo leuke filmpjes te maken. En dan kan de kijker ook een beetje meedoen. Ja, ja. Die hebben we al gehad. Hazi Beer, mijn vraag is waarom ik niet na mijn snoetjesbeugel een Invisalign heb gekregen. Maar andere mensen wel. Krijg je die alleen maar als je geen spalkjes hebt of alleen als je erom vraagt? Dat is een hele goede vraag. Pak hem meteen erbij. Kijk, dit is mijn beugelwinkeltje. Even zoeken. Ja. Snoetjes. Kijk.
Er bestaan op dit moment twee soorten manieren om je tanden recht te zetten. Met slotjesbeugel, okay, die ken je. Ja. En wat nieuwere manieren zijn die bitjes. Ja. Okay? Nou, en dit is een hele andere manier van werken. Ik doe alles op de computer. Eigenlijk jouw hele behandeling programmeer ik op de computer. En dan krijg je voor iedere week een nieuw bitje. Dus iedere week zet zo'n bitje je tanden iets rechter en rechter. En er zijn natuurlijk heel veel verschillende redenen waarom je voor die of die moet kiezen. Maar ik denk wel, hoe verder we komen, dus in de toekomst, denk ik dat dit al die andere beugels waarschijnlijk over gaat nemen. Alleen dat weten doe ik het niet. Wij gebruiken het in onze praktijk heel veel. Sterker nog, we zijn nummer 3 van Europa op dit moment. Ja. Dus eigenlijk, patiënten die bij mij komen, maakt me niet uit waar je het wil oplossen. Maar het is natuurlijk wel voorstellen, kijk, als je deze moet je wel dag in dag uit 22 uur per dag dragen. Als je niet zoveel discipline hebt, wordt het een probleem. Okay? Maar als je bijvoorbeeld je hele kleine tandjes hebt en heel goed je tanden moet poetsen, deze kan je uithalen. Slotjes ja. niet. Nee, dat is echt heel goed. Je moet je eerst bovenaan de tanden onder. Hiervoor krijg je bijna voor een jaar aan behandeling mee. Dus ik hoef je niet zo heel vaak te zien. Kijk, als ik bijvoorbeeld een patiënt heb die van heel ver moet komen. Ja. En eigenlijk op de middelbare school zit waar het eigenlijk niet zo handig is. Zou je deze kunnen nemen? Ja. Dus eigenlijk kijken wij tijdens elke behandeling als we een nieuwe... Ik kom ook niet uit Vindelijn, maar ik heb het voor iets gekozen. Ja, en weet je waarom? Omdat bij jou zo'n hoek dan uit je kaak moet komen. Kan ook hiermee, maar dan moet ik allerlei schroefjes bij gebruiken. Dat wil je liever niet. Dus ik denk ook een beetje, wat moet ik doen? En hoe kan ik dat zo lief mogelijk doen? Nou, dus vandaar dat je eigenlijk bij mij deze keuze niet hebt gekregen. Nee, heel goed. En daarom kom ik ook hier. Ja. Mijn vraag is, voor de orthodontist, hoe lang moet je je spalkjes dragen? Hele goede vraag. Jeetje, wat heb jij je slimme kijkers, hè? Ja. Kijk, die spalk, die draadjes die je plaatst, dat doe je... Ja, kijk, die draadjes, je moet voorstellen, de tanden zitten er eigenlijk recht met een beugel. Maar daarna, nadat die beugel uitgaat, zijn er 3 beugels die in je mond werken. De tong duwt je tanden naar buiten, je lippen en je wangen duwen de tanden naar binnen. Nou, meestal, in de helft van de gevallen, zijn die spieren in balans. Dat betekent dat ze evenveel duwen als trekken. Dus blijven de tanden precies staan zoals ze horen te staan. Maar in de helft van de gevallen is één van de spieren, vaak de tong, de sterkere partij. En die gaat die tanden weer schuiven. Okay? Dus om te zorgen dat je zeker kan zijn dat die mooie 4 voortanden mooi blijven, dan draag je een draadje om te zorgen dat dat niet gebeurt. En daar overheen zo'n nachtbeugel om je kiezing niet te laten bewegen. Okay? Dus bij degene, en dan vraagt hoe lang moet ik die spalk? Nou, eigenlijk altijd. Want die 50% kans is dus altijd dat het terug kan vallen. Okay? Maar het is natuurlijk niet, het is nep, het blijft nep. Dus je moet hem altijd goed verzorgen. Net als een vulling die je krijgt. Ja. Oké? Okay? Okay. Nou, Judith heeft een hele lange zin gemaakt. Ik heb wel eens een paar keer een jongen of een meisje gezien die een buitenboord met nekband en een petje tegelijk droegen. Ik ben wel benieuwd waarom deze tegelijk worden gedragen. Nee, dat zijn 2 verschillende buitenboordbeugels. De meeste buitenboordbeugels gaan om je nek. Ja. Een voorbeeld heb ik hier niet. En soms heb je ook, ik kan het wel hier opzoeken voor je. Kijk, soms hebben kinderen, dat zijn deze. Zie je dat? Ja. Deze beugels. Soms is het zo dat je een tand ook omhoog moet trekken. Denk maar bijvoorbeeld, sommige kinderen die erg lachen, laten heel veel tandvlees zien. Als je wilt dat dat ook corrigeert, dan moet je dus eigenlijk niet alleen naar achteren te trekken, maar je moet ook omhoog trekken om ze omhoog te krijgen. Dus het is heel erg afhankelijk van wat wil ik oplossen en hoe wil ik het oplossen. Ja. En dan neem je de beslissing welke van de 2. Alleen laten we eerlijk zijn, dit is niet de mooiste beugel. Nee. Okay. Dus ik probeer hem zo min mogelijk te gebruiken als het anders kan. Okay. Ja. Destiny Elbrink die heeft gevraagd, hoe weet je dat je een buitenboordbeugel moet? Nou ja, wat ik net zei, hè, er zijn altijd meerdere manieren om een probleem op te lossen. Dus je gaat per persoon kijken, wat is de beste manier voor diegene. Maar in principe, als haal ik hier een praktijk aan, als je op de basisschool zit, hè, dan wil je vaak beugels die je goed kan poetsen, die je uit kan halen. Dan zal ik eerder voor een buitenboordbeugel denken. Maar als je op de middelbare school zit, dan is het natuurlijk niet zo leuk meer. Dus dan zal ik waarschijnlijk voor iets anders kiezen, zoals zo'n beugel. Ja. Ja. Dus
als je echt, echt het niet wil, is er altijd een andere weg. Ja. Maar het is altijd belangrijk om met je orthodontist samen te gaan bekijken van wat de andere wegen zijn. Ja. Ja. Zijn bijna hier uit deze, dan heb ik nog een paar op Insta. Indie My Pony die vraagt waarom hij voor dit beroep heeft gekozen en wat is zo leuk aan deze beroep? Ik heb de hele dag met mensen te maken. Ik mag de hele dag praten. Ja. En dat vind ik heel leuk. En mensen beter maken, dat, is, dat heb ik altijd als kind gewild. Ja. Dus nou, dat is gelukt. Ik heb er geen spijt van. Gelukkig. Mijn eigen vraag, dat is de vraag die ik heb. Welke soort beugels heb je allemaal en waarvoor krijgt dat ene, de ene dat type beugel en het andere kind weer een ander? Waarom dat doet het precies? Hebben we eigenlijk ook gehad, hè? Ja. Hangt er vanaf hoe je tanden staan. Kijk, als je er binnenkomt en je hebt deze behandeling. Dus een hele andere aanpak. Oh, als hij zo binnenkomt of zo binnenkomt. Dus je moet vooral gaan kijken wat is het probleem. En welke oplossingen heb ik natuurlijk voor elk probleem heb ik een aantal oplossingen. Ja. En dan kijk ik welke past nou het beste bij jou. Ja. Zo kiezen, maken we die keuzes. Ja, dan heb ik er nog een paar. Eerst gaan we daar even snel naartoe. Ja, nou, dat is een hele administratie. Ja, ze is voor de Insta. Oké. Ik wil weten welke opleiding de orthodontist heeft gevolgd. Dat hebben we natuurlijk al beantwoord. Heel veel Wat kun je doen als je rekkers rond je... Ja, dat is maar net hoe je hem noemt. Nou, meestal als het iets verkleurt, dan zijn het die elastieken die er omheen zitten. Kijk, jij hebt niet elastiek omdat je het mooi vindt, maar jij hebt een slotje wat een kliksysteem is. Ja. Eigenlijk heb je dit niet nodig. Nee. Okay? Dus dat is eigenlijk de voornaamste reden. Als iemand een doorzichtige beugel heeft, moet je maar heel erg inzoomen, zit je ook allemaal lijnbolletjes op je tanden voemen. Ja. Zie je dat? Nou, soms kan het best zijn dat je die lijnbolletjes met eten en drinken verkleurt. Okay? Ja. Maar nadat die beugel verwijderd wordt, dan polijst je dat en dan komt het eigenlijk goed. En met slotjes ook, je kan er gewoon iets minder goed poetsen, waardoor dat voor verkleuring kan dan zorgen. Oh, okay. Okay, maar na de beugelbehandeling gaat het allemaal weer weg. Okay. Gelukkig. Nou, deze hebben we ook al beantwoord. Hoe lang moet je de beugel nog? Nou, ik moet hem denk ik nog. Hoe lang zou ik mijn beugel nog moeten? 2,5 jaar? Ja, en dan zit hij nu over een maand of 7, 8 jaar verder. Hè? Ja. Dus ik denk toch wel 1,5, 2 jaar misschien. Ja. Nou, zit je nog aan me vast voorlopig? Nou ja, zo erg is het ook niet. Gelukkig. Doet het plaatsen van de beugel zeer? Nou, dat heb ik natuurlijk al beantwoord. Ja. Nee, eigenlijk, je merkt er niet heel veel van. Het is een beetje raar, want er gaan allemaal van die... Ja, kijk, weet je, het hangt ook een beetje af hoe oud je bent. Ja. En zo, het helpt ook als je een beetje een lieve assistent hebt. Hè. Je kan natuurlijk een wanghaar krijgen in je mond, maar je de ene wanghaar kan het een beetje hard trekken, zacht trekken. En wij proberen natuurlijk wel heel erg ons best te doen om met onze assistentes het zo lief mogelijk te doen. Ja. Okay, dus gelukkig is jouw ervaring heel leuk. Ja. En je kan je natuurlijk soms voorstellen als je zelf natuurlijk niet zo goed makkelijk je mond open kan houden. En een hele moeilijke kies achterin hebt, dat dat niet zo leuk is. Nee. Maar je moet één ding onthouden. Bij de tandarts kan het voor ons zijn dat je nog minder leuke dingen moet doen. Gaatjes vullen, kiezen trekken. Maar bij mij doe je eigenlijk alleen maar leuke dingen. Ja. En je wordt er alleen maar leuker voor. Dus in principe is het niet meer zo dat een beugelbehandeling pijn doet. Of Ik heb alleen maar alleen daarna. Want daarna voelde ik mijn tanden een beetje trekken. Maar is het pijn of is het ongemak? Pijn doet het als je op je knie valt. Dat doet pijn. Ongemak. Precies. Niet handig. Ja. Dus daar gaat eten en denk je een beetje, die kan ik kiezen, kan ik niet. Oh, dus kan ik ook niet die. Dan gaan we maar op je voortanden bijten. Ja. Dus dan ga je zo eten. Precies, snap je? Dus dat is een ongemak. Ja. Maar wij noemen dat allemaal pijn, maar dat is natuurlijk niet pijn. Nee. Ja, onhandig. Het is niet handig om last of zo. Hey, Topper, ik vond het een hele mooie vraag. Hè? Ja, maar dat zijn ze. Ik vond het ook heel mooi. Nou, we kunnen het weekend beginnen. Ja. Ja. Hey, nou ja, hartstikke goed. En als er nog mensen vragen hebben, ze kunnen de website zien, hè? Ja. Daar kan je ook gewoon alle vragen, denk ik, al een beetje vinden, denk ik. Ja, ja, of het aan jou vragen. Ja, of het aan mij vragen, dat kan natuurlijk ook. Ja. Hey, hartstikke goed. Oké, dankjewel. Yes. Ready? Ja. Oké, we gaan naar buiten. Zo. We gaan naar buiten. Oh, het zal zo koud zijn hier. Oh, ik kan het nog steeds niet. Wat erg. Ik kan het nog steeds niet. Ik doe het altijd verkeerd om. Ik merk het, ja. Het gaat elke keer verkeerd. Ja. Nou goed, we lopen weer buiten, jongens. Oh, die elastiekjes merk je gewoon helemaal niet. Nee, merk je niet? Nee, ik heb helemaal niks van. Nou, dat is hartstikke goed. Hey,
Ja, we hebben de video is eigenlijk tweedelig. Ja. Dus ik denk dat we hem ook maar in twee delen gaan online zetten. Ja. Dus ik weet niet welk deel jullie nu zien, hè? Maar we gaan nu naar huis toe. Ja, omkleden en paardrijden. Ja, omrijden en paardrijden. En mochten jullie vragen hebben, dan stel ze hieronder gewoon in de video. Dan kunnen wij die de volgende keer weer stellen. Ja, er is wel kans dat ze dan niet komen, want ze doen maar vaak twee, drie vraagjes per aflevering. En natuurlijk, als ze al gesteld zijn nu, dan gaan we ze natuurlijk niet nog een keer dus vragen. Dus het moet wel een andere vraag zijn dan het we al... Het moet wel gewoon een originele nieuwe vraag zijn. Goed, dat is wel heel belangrijk. Juist. Hey jongens, bedankt. Yes. Tot de volgende keer weer. Doei! Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!